Marcelino Nerkens, president van de Federatie van Organisatie van Leerkrachten VOLS, geeft in een gesprek met onze redactie aan dat de leerkrachten aangesloten bij de vakorganisatie ook niet tevreden zijn met de behaalde schoolresultaten. Nerkens legt uit om welke vakken het gaat en wat de redenen daarvan kunnen zijn. Zeker rekenen en taal. Zeker rekenen en taal, dat hoor je. En taal kan ik over praten, want ik ben naast het feit dat ik een part-time docent ben bij de hoofdvakken, bij de nieuwe leerkrachten kom ik in de scholen omdat ik stagebegeleider ben. En die leerkrachten moeten dan de lessen voor zorgen in dat vak Nederlands, want daarvoor ben ik er. En dan zie je duidelijk die achteruitgang van die kinderen in het gebruik van taal. Het schrijven van woorden, de schrijfvaardigheid, eenvoudige woorden waarvan ze de betekenissen niet kennen. En we zien natuurlijk ook van, ja, ik wil het met me kwalijk gaan nemen. Het onjuist gebruiken van verwijzingen en lidwoorden door diezelfde leerkracht. Begrijp je? Dus daaraan moet men gaan werken en proberen ook om een... De gemiddelde Surinamer heeft geen leescultuur. En daaraan moeten we meer aandacht gaan besteden. Naar mening van Nerkust heeft iedereen het moeilijk waarbij niet elke ouder zijn of haar kind kan bijstaan met huiswerk, wat ook begrijpelijk is. Het lijkt erop dat kinderen anders omgaan met hun mobiel en daar moeten ouders wel op letten. Hoeveel mensen lezen de krant? Ja, hoeveel mensen pakken een boek om te gaan lezen? Ja, we gaan echt daaraan moeten gaan werken. En met alle gevolgen van dien, dat kinderen uit het systeem vallen. En dat die mevrouw Levens met het doorstromen willen voorkomen. Ja. En dan zit je daar met lastige situaties, zwangerschappen, tienerzwangerschappen. En dan heb je, heeft dat gezin dan een probleem, die moeder een probleem. Ja, dus geen makkelijke situatie op dit moment, maar we moeten hoop hebben dat het ooit wel goed komt. Nerkens adviseert leerkrachten, ouders en leerlingen om, ondanks zij vakantie vieren, ook moeten kijken hoe zij zich eventueel de laatste weken van de vakantie kunnen voorbereiden op het nieuwe schooljaar.